Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl, waar we vandaag gaan kijken naar Chinese aandelen. Dat hebben we iets meer dan een maand geleden ook al gedaan, maar inmiddels is er best wel weer veel veranderd. Veel veranderd in de koersen, veel veranderd in de informatie die we inmiddels hebben. Dus dacht ik dat het nu een goed moment is om even weer opnieuw te gaan kijken naar deze Chinese aandelen. En heb je tijdens het kijken van deze video nog tips, feedback, suggesties? Laat het dan altijd weten in de reactie onder deze video. Op die manier help je ook het kanaal, omdat er natuurlijk meer interactie is. Maar het is ook leuker voor andere kijkers, die kunnen ook van jou vaak nog leren. En laat dan even kort beginnen met een samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd, wat er aan de hand is. Het is eigenlijk allemaal eind vorig jaar vooral begonnen met Jack de oprichter van Alibaba, hij wilde end Financials naar de beurs brengen, een financiële dienstverlener, en hij wilde eigenlijk de financiële wereld van China op zijn kop zetten. Nou, hij vond het heel erg leuk. De Chinese overheid vond het allesbehalve leuk. Dus dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van dat de Chinese overheid is begonnen met ingrijpen. Of in ieder geval dat dat heel duidelijk werd richting aandeelhouders. En de laatste maanden zien we dit ook bij andere bedrijven in andere sectoren gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan techbedrijven, technologiebedrijven, bedrijven rondom educatie of bedrijven rondom de gezondheidszorg. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de crypto, cryptocurrencies. Eerder dit jaar greep China daar sterk in, en inmiddels is ook crypto daar verboden, of dat was het allemaal in ieder geval. Dat is wel weer duidelijk geworden. Er waren heel veel miners in crypto, in bitcoin, die waren gevestigd in China. Nou, die zijn inmiddels naar andere landen in Azië gegaan of zelfs naar Amerika. Het voordeel daarvan is dat er nu veel duurzame energie wordt gebruikt. Dus het heeft ook wel weer voordelen. En ik denk ook wel dat we nu die dip die we de laatste maanden hebben gezien, dat we, ja, dat het daar ook mee te maken had. Het, nu is alles wel weer een beetje herpakt. Iedereen weet wat er heeft gespeeld. Iedereen is weer iets rustiger geworden. Er is weer iets minder onzekerheid. En sinds vandaag of sinds gisteren, eigenlijk staat Bitcoin inmiddels ook weer boven de 50.000 dollar. Maar dat was dus de afgelopen maanden. Wat kunnen we nu eigenlijk verwachten voor de komende periode? We hebben gezien dat ja, markten, aandeelhouders daar best wel behoorlijk op kunnen reageren. Zeker als er onzekerheid is. Nou, Eén voordeel aan de Chinese overheid is dat we nu meer informatie hebben. Dat is heel erg handig voor ons als beleggers zijnde, als investeerders zijnde. Want de Chinese overheid maakt telkens, of de Chinese Communistische Partij, maakt telkens een vijfjarenplan. En in dat plan gaan ze eigenlijk zeggen wat ze de komende vijf jaar willen bereiken en op welke manier ze dat willen bereiken. Maar nou kan het zo zijn dat er in dat plan dingen staan die negatief zijn voor jou als aandeelhouder van het ene bedrijf of in die ene sector? Maar dan weet je in ieder geval wel. Heb je wel de duidelijkheid. is in ieder geval de onzekerheid weggenomen. En inmiddels is dat 14e vijfjarenplan. Dat is nu bekend geworden. Dat is het plan voor de komende vijf jaar. Wat je vaak zult zien. Is dat dit in de plan ook. De Chinese burger eigenlijk centraal staat. Dat uh, eigenlijk ze van alles willen bereiken om het voor de Chinese burgers in ieder geval beter te maken en het Chinese bedrijfsleven kan zich daar dan op instellen, daarop inspelen. Nou, we hebben dat gezien in eerdere plannen, dat ze bijvoorbeeld vanuit uh, heel veel landbouw die ze deden, juist naar de industrie zijn gegaan. We hebben de laatste tijd ook al gezien, eigenlijk eind vorige eeuw nog. Dat ze juist heel veel richting de technologie gingen. Daar is China nu ook heel erg sterk in. We hebben het gezien met duurzame energie dat die heel belangrijk werd. En dat China ook wel in de gaten had dat dat slecht was voor hun ja, als economie natuurlijk wil je groeien, maar het is ook slecht voor de gezondheid van je burgers. En China zegt zelf ook dat het nu heel belangrijk is om naar de productie te kijken. Ze zijn groot geworden door productie. Maar vaak was dat productie tegen lage lonen en met grondstoffen die misschien nu wel heel erg schaars worden. Dus het is heel erg belangrijk om nu te gaan kijken. Om in ieder geval te gaan produceren met producten, met dat soort dingen. Die in ieder geval waarde toevoegen aan de Chinezen zelf. Waarschijnlijk ook aan de rest van de wereld. Of wat te denken dat nu ook vooral de data van Chinezen veel belangrijker wordt. Dat ze meer controle willen hebben omdat nu ook ziet dat je Chinezen eigenlijk ja, steeds welvarender worden. En dat is een van de redenen waarom de afgelopen week ook een nieuwe wet is goedgekeurd. En die nieuwe wet gaat in op 1 november van dit jaar. Het doel van de wet is om meer controle over de data van Chinezen te krijgen. Dus financiële data, medische data of andere data van misschien sociale platformen van die Chinese gebruikers. Die moeten dus beter beschermd worden en eigenlijk vaak ook nog in China blijven. En daar hebben onder andere dus techbedrijven nu heel veel last van. Maar inmiddels weten we ook wat de Chinese overheid nog meer van plan is. Ten eerste willen ze strenger optreden tegen monopolies, want monopolies, dat is slecht voor de Chinese burger. Maar denk ook aan, Chinese, of eigenlijk aan beursnoteringen van Chinese bedrijven eh, buiten China, dus aan Amerikaanse beurzen bijvoorbeeld. Ook daar wordt strenger op gelet of wordt meer toezicht op gehouden. Nou, het is dus een beetje afhankelijk van welk aandeel jij kiest, welke sector jij kiest. Hoe hard je getroffen wordt door deze maatregelen. En laten we daarom even gaan kijken naar hoe deze bedrijven het nu doen. Want het is natuurlijk niet zo dat de koers altijd hetzelfde doet als dat het bedrijf doet: de cijfers het doen. Het kan zo zijn dat de cijfers van het bedrijf. Heel erg goed zijn, maar dat de koers juist naar beneden gaat. Het kan ook juist zo zijn dat de cijfers niet zo goed zijn, dat het bedrijf geen winst maakt, misschien zelfs wel verlies maakt, maar dat ondertussen de koers van het aandeel juist heel hard stijgt. En dat komt omdat de koers van een aandeel gepaard gaat met de emotie van beleggers. Dus de emotie van een belegger om het aandeel juist snel te willen kopen of misschien juist snel te willen verkopen. Dat bepaalt voor een heel groot gedeelte ook de koers. En we zien nu op dit moment dat er heel veel emotie is rondom deze Chinese aandelen. Juist omdat er eigenlijk best nog wel inmiddels wel meer zeker is geworden, maar er altijd nog veel mensen in onzekerheid zitten. Over de Chinese aandelen op dit moment, wat ze moeten doen of wat ze kunnen verwachten voor de toekomst. Dus om even te gaan kijken naar het verband, of juist het verband dat er niet is zeg maar, tussen de koers en de cijfers. Laten we even beginnen met de koers en we pakken als voorbeeld Alibaba. Nou, laten we dan uh, kijken, een jaar geleden, toen zagen we dat de koers van het aandeel op 260 dollar stond. Het is toen nog gestegen naar 320 dollar. Dat was eind oktober van vorig jaar. En inmiddels, ja, rond die tijd begon een beetje het gedoe rondom Jack Ma. Dat zien we goed terug in de koers. Want sinds die tijd is inmiddels de koers gedaald naar 160 dollar op dit moment. Oftewel, dus gewoon eigenlijk gehalveerd sinds die tijd. Maar dat is dus de koers. Hoe gaat het nu met het bedrijf? Nou, laten we daarom even kijken naar de cijfers. Ten eerste de omzet. Dan zien we dat die eigenlijk maar blijft stijgen. In 2016 hadden ze 100 miljard omzet, en dit is dan de Chinese valuta. In 2018 was dit gestegen naar 250 miljard. In 2020 was dit al 509 miljard, en nu dus 717 miljard, oftewel 7 keer zoveel als 5 jaar geleden. Bij de winst is dat iets minder indrukwekkend, maar nog altijd meer dan een verdubbeling. De laatste vijf jaar van 71 miljard naar 150 miljard. En bij de free cashflow, daar zien we een verdrievoudiging tussen 2016 en 2020. En als we ook nog even gaan kijken naar de grafieken, dan zien we daar ook die groei. Ten eerste het aantal gebruikers, dat blijft ieder kwartaal maar groeien. En zoals gezegd, hun omzet in eigenlijk alle segmenten. Ook daar zien we ieder jaar of ieder kwartaal zelfs die groei nog terugkomen. Dus we kunnen duidelijk zien dat er geen verband is tussen de koers en de cijfers van het bedrijf. Want bij de cijfers gaat het heel erg goed. Heel veel cijfers, zoals de winst bijvoorbeeld, die verdubbelt. Terwijl juist de koers het afgelopen jaar is gehalveerd. Maar daarom is het toch zo interessant om te gaan kijken naar wat bekende grote investeerders doen met aandelen, met ja, Chinese aandelen. Leggen zij erin of juist niet? Dus laten we daar even naar gaan kijken. En dan wil ik natuurlijk niet zo zeggen dat alles wat zij doen dat dat goed is. Ook zij zullen fouten maken, maar ze hebben vaak wel meer informatie. Ze hebben meer onderzoek gedaan en ze zullen ook zeker goed nadenken over hoe zij hun geld investeren en hoe zij dat verdelen. Maar voordat we daarna gaan kijken is het natuurlijk belangrijk om ook zelf een keer te beginnen met beleggen en wil jij dus beginnen met beleggen, dan raad ik de Giro aan als broker. Het is de broker die ik zelf ook gebruik voor mijn beleggingen. Onder deze video vind je een link om gratis een account aan te maken en op dit moment heeft de Giro ook nog een actie waarbij je 50 euro transactiekosten kunt terugkrijgen. Dus maak gebruik van die link onder deze video om te beginnen. En dan gaan we kijken naar de eerste bekende investeerder. En dat is Moniz Pabrai. Hij is een bekende Indische investeerder. Hij is juist rijk geworden door Warren Buffett te kopiëren. Hij kijkt naar wat Buffett deed. Uh, hij wilde daarvan leren. Hij wilde begrijpen wat hij deed. En daarna heeft hij daar zijn eigen draai aan kunnen geven. Op die manier heeft hij dus al heel veel geld verdiend. En bij Moniz zien we dat hij de laatste twee kwartalen zijn positie in Alibaba heeft uitgebreid. Was het in het eerste kwartaal van 2021 nog 14% van zijn portfolio geïnvesteerd in dit aandeel? In het tweede kwartaal is dit inmiddels gestegen naar 21%. En op dit moment, of in ieder geval het einde van het tweede kwartaal, bezitte hij 260.000 aandelen van Alibaba. En dit was dus eind juni. Dus het kan nu juist minder of ook meer zijn. Ik denk eerder meer, want als je gaat kijken naar interviews die hij geeft op, uh, op YouTube, dan kun je wel uit afleiden dat hij nog steeds heel erg positief aankijkt tegen dit aandeel. Dus ik Eerder dat hij juist van de verdere koersdaling nog heeft geprofiteerd. Kijken we dan naar Charlie Munger, oftewel de compagnon van Warren Buffett. Hij bezit via zijn bedrijf van de Daily Journal nu 165.000 aandelen in Alibaba. En ook hij is nog steeds zeer positief over dit aandeel. En hij denkt dat het allemaal wel mee zal vallen met Chinese aandelen, in ieder geval op de lange termijn. Een derde bekende investeerder is Kathy uh, Wood. Zij is de CEO van Ark Invest. Natuurlijk bekend vanwege de investeringen in groeibedrijven. Maar we zien juist bij Arc dat de posities in Baba en ook veel andere Chinese aandelen. dat die flink zijn afgebouwd in het vorige kwartaal. Met dus een, een daling van 21% in het tweede kwartaal van dit jaar. En tenslotte Ron Barron, een bekende Amerikaanse investeerder. Een groot fan en aandeelhouder in Tesla. Dus hij houdt ook wel een beetje van risico en ook van groeiaandelen. En we zien dat hij, afhankelijk van welke bron je een beetje bekijkt. op dit moment tussen de 1,4 en 2,3 miljoen aandelen heeft. Op dit moment dus. Best wel een behoorlijke positie. Maar dat waren dus de grote bekende namen, de grote investeerders. Maar wat kunnen wij nu zelf doen? Nou, dat hangt eigenlijk af van een paar dingen. Ten eerste, welk risico ben je bereid te nemen? En ten tweede, in welke aandelen of welke sectoren vind je interessant? Want per sector hebben we dus gezien dat de impact op die sector, ja. Best wel verschillend kan zijn als we kijken naar het plan van de Chinese partij. En ik denk dat er op dit moment nog steeds onzekerheid is rondom deze Chinese aandelen. We hebben al wel iets meer duidelijkheid gekregen in de laatste maand. Een maand geleden was er nog veel meer onduidelijkheid. Maar ja, inmiddels zijn de koersen in de maandtijd ook al een beetje 20% verder gezakt. Dus dat is ook wel weer uh, die onzekerheid die er was. Die is alweer verwerkt in de koers. Dat betekent trouwens ook alweer dat we mogelijk meer rendement kunnen maken. Tegen de huidige koers, als we terug zouden gaan naar het hoogtepunt, zou dat betekenen, aangezien de koers nu gehalveerd is, dat als je nu zou instappen je dus een verdubbeling kunt meemaken als we weer terug gaan naar het oude niveau. De vraag is alleen, gaan we terug naar het oude niveau en als dat gebeurt, hoe lang gaat dat dan duren? En de bekende quote van Warren Buffett is altijd van be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Nou, Op dit moment zijn heel veel anderen fearful, oftewel in angst, in onzekerheid, dus... Op basis van die quote, op zijn ervaring, zou het nu een goed moment kunnen zijn om aandelen te gaan kopen. En als je dat nou van plan bent, heb je eigen onderzoek gedaan en je hebt gedacht van dit is inderdaad een goed moment om te gaan investeren. Dan heb je afhankelijk van welk risico je wilt nemen en op welke manier of welke voorkeur het heeft, heb je in principe drie mogelijkheden. Om in Chinese aandelen te investeren. De eerste mogelijkheid is gewoon direct in een aandeel, bijvoorbeeld in Tencent of in Alibaba, door direct het aandeel te kopen. Soms kan het een beetje lastig zijn of extra onzekerheid met zich meebrengen, omdat je zult zien dat deze aandelen, je krijgt dan niet letterlijk het aandeel, maar via een omweg, een constructie, heb je recht op de winsten van het aandeel in China. Nou, heel veel zullen zeggen dat dit uh, niet fijn is, dat dit een minpunt is, maar als je gaat kijken. Heel veel Chinese bedrijven, heel veel Nederlandse bedrijven, andere Europese bedrijven, die in Amerika geregistreerd staan aan de beurs, genoteerd staan aan de beurs, zijn op eenzelfde soort manier. ...eigenlijk uh, ja, met dezelfde constructie gegaan. Dus waarom zou je bijvoorbeeld wel Shell op de Amerikaanse beurs kopen via die constructie... ...maar niet een Chinees aandeel? Al wil ik niet zeggen dat er met een Chinees aandeel niet iets meer extra risico's kunnen zijn. Maar dat heeft vooral te maken met de overheid die dus juist gaat kijken naar deze buitenlandse noteringen. Een tweede mogelijkheid die je hebt is eigenlijk indirect investeren in een aandeel. Dit kun je doen door bijvoorbeeld in ProSys te investeren. Dit is een uh, Nederlands bedrijf genoteerd aan de Amsterdamse AIX hier... En dat bedrijf heeft juist heel veel investeringen in Chinese bedrijven, dus dan investeer je niet direct in het aandeel van Alibaba of in Tencent, maar juist via een omweg door in het aandeel van Proces te investeren. En zo zijn er nog wel meer bedrijven die op die manier heel veel investeringen hebben in China. En de laatste mogelijkheid die je hebt is toch te gebruik te maken van een ETF. Op die manier heb je eigenlijk meteen al spreiding. Je kunt ETF's kiezen die juist helemaal gericht zijn op China. In de kernselectie van de Giro zitten een paar ETF's. Dus ga zeker kijken welke daar interessant is. Ik heb al eerder uh, daar twee Chinese ETF's van vergeleken. Ik heb daar een video over gemaakt en ik zal hem hier even in de hoek plaatsen. Dan kun je die vast kijken mocht je juist geïnteresseerd zijn in deze ETF's. En zoals jullie misschien al hebben gezien in de portfolio uh, video van mijn eigen portfolio. Dus uh, heb ik sinds een maand geleden, toen ik die video over Chinese aandelen maakte, ook investeringen gedaan in Chinese aandelen. Ten eerste direct in het aandeel Alibaba. Daar heb ik geloof ik ongeveer 2500 euro in geïnvesteerd. En indirect via Process. In Process heb ik 1000 euro geïnvesteerd. Nou, op beide posities sta ik nu in de min. Maar ik geloof er wel nog steeds in op de lange termijn. Ik denk dan ook dat ik in de komende weken deze posities wel iets uit ga breiden. Ten eerste omdat ik. Ja, zoals gezegd, ik geloof erin op de lange termijn. Ik ben bereid wat extra risico te nemen wat hier eventueel mee gemoeid gaat. Ik zie ook wel de kansen van het rendement dat mogelijk is. En op dit moment is dit nog net geen 2% van mijn portefeuille. Dus ik denk wel dat ik deze positie iets kan vergroten zonder al te veel risico te nemen wat betreft spreiding. Dus ja, dat is mijn kijk op deze aandelen, op de Chinese aandelen. Ik ben ook erg benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Uh, ben je het van plan? Heb je ze misschien al toegevoegd de laatste tijd of heb je ze juist niet toegevoegd? Laat ook vooral weten waarom je dat dan hebt gedaan en doe dat via de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou bedanken voor het kijken? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.